In deze video laat ik zien hoe je een solid zou kunnen aanpassen in Designer. Deze solid wil ik als voorbeeld aan de voorkant 200 mm verlengen en de nokjes aan de voorkant kopiëren. Als eerste ga ik een lijn aanmaken die functioneert als een snijlijn op de positie waar ik de solid wil doorsnijden. Met Escape breng ik het commando af. Nu kan ik de solid gaan doorsnijden. Dit doe je onder Solids en kies voor Cut Bodies. Links onderin krijg je te zien waar om gevraagd wordt. Er wordt nu gevraagd om de bodies aan te klikken die doorgesneden moeten worden. Je klikt de solid aan en er wordt gevraagd wat de snijlijn is. Ik klik de zojuist aangemaakte lijn aan en nu wordt er gevraagd welke richting er doorgesneden moet worden. Ik klik een lijn aan die haaks op het product staat. Je ziet nu waar Designer de solid wil doorsnijden en nu kan je deze bevestigen. Ik ga nu het losgekoppelde gedeelte transleren over de X-as. Ga naar Home en kies voor Transleren. Klik het gedeelte aan wat je wilt verschuiven en bij Translation Mode kies je voor Incrementeel over X-as en vul 200 mm in. Bevestig dit weer en deze is nu 200 mm opgeschoven. Nu moeten de vlakken aan elkaar gemaakt worden. Ga weer naar Solids. Ik kies voor Replace Face. Klik nu de vlakken aan die naar elkaar moeten komen en bevestig deze weer. De solid is nu verlengd, maar bestaat nog uit twee losse delen. Dit moet er weer één worden. En dit kan je doen met Boolean. Deze kan je vinden onder Home. Klik de twee losse solids aan. Let erop dat de Unite aangevinkt staat, zodat de twee solids één geheel wordt. Bevestig deze weer en de solid is nu één geheel geworden. Nu wil ik de twee nokjes aan de voorkant kopiëren in de X-200 mm. We gaan hiervoor naar Tabblad Solids en naar Translate Feature. Nu activeer ik het vooraanzicht. Het voordeel hiervan is dat als je de nok selecteert, ook de achterste gelijk meegeselecteerd wordt. Zorg dat het vinkje Copy Pattern aanstaat, omdat we een kopie willen maken. Bij de X-as min 200 en bevestig deze weer. En op deze manier kan je een solid aanpassen. Vindt u deze video interessant of wilt u op de hoogte gehouden worden van nog meer techtips? Abonneer dan op ons YouTube kanaal. Eventueel tips of andere suggesties voor een video kunt u plaatsen bij de reacties onderin.